Het was weer een heel bijzonder jaar waarin we allemaal te maken kregen met de beperkingen van corona. En in dat jaar zijn we gewoon doorgegaan voor u. We hebben elke week het vuil opgehaald, we hebben het groen onderhouden, we hebben onveilige verkeerssituaties aangepakt en we zijn doorgegaan met het aanleggen van het warmtenet. En zo'n jaar komt ook weer tot het einde en daarom wens ik u nu een hele warme kerst. ...2021 was een pittig jaar, maar ook een mooi jaar met goede besluiten waarmee we als Sliedrecht verder kunnen. Ik sta hier voor Electra en dat krijgt een mooi nieuw aangezicht in 2022. Ik wens iedereen hele mooie feestdagen en een fantastisch 2022. We staan hier op een bijzondere locatie, het burgemeester Winkelplein. De raad heeft onlangs ja gezegd tegen het verdere opknappen van dit plein en daar gaan we de komende jaren ook hard mee aan de slag. We staan hier midden tussen de ondernemers. De slogan, wees loyaal, koop lokaal, die wil ik ook van deze plaats van harte ondersteunen. De ondernemers hebben dat ontzettend hard nodig. In opmaat naar de kerst. En voor wat betreft de kerstdagen wens ik u hele fijne, goede, gezonde, gezegende kerstdagen toe. En voor het jaar 2022 alle goeds. Het was voor jou, voor u, maar ook voor mij geen gemakkelijk jaar. We hebben allemaal de gevolgen van corona ondervonden. En helaas ondervinden we die nog iedere dag. Tegelijkertijd heb ik mogen zien dat de gemeenschapszin in Sliedrecht heel groot is. Dat is mooi. We zijn er voor elkaar. En ik wens u en jou hele fijne feestdagen. Waarin je juist ook weer kunt bezinnen en ontspannen. En ik wens u en jou ook een heel mooi nieuw jaar. Een nieuw jaar waarin we er kunnen zijn voor elkaar en kunnen werken met elkaar aan een mooie, leefbare gemeente.